Hey, hey, hey. Superleuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Danielle Leuvering podcast. Speciaal voor vrouwen die het maximale uit zichzelf, hun business en hun leven willen halen. Door te kiezen voor wat ze werkelijk willen. In deze podcast inspireer ik je hoe jij je volle potentie intuïtief naar boven haalt. Je passie ontdekt en leeft. Vol vertrouwen laat zien wat jij de wereld te geven hebt. Krachtige keuzes maakt. Doorbreekt wat je tegenhoudt. Om zo je zone of genius te omarmen. En jij de grootste groeisprong in je leven en business maakt. Let's do this! Hey, welkom ambitieuze high potential topper. Super dat je er bent. En welkom Jolande. Super leuk dat je Dankjewel. Hier wil zijn in deze podcast talkshow. En zou jij jezelf eens willen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je precies? Ja, natuurlijk. Nee, dankjewel voor de uitnodiging. Echt bijzonder om hier met jou te zijn. Hè? Online natuurlijk, echt in onze wereld. Mijn naam is Jolande Geertsma. Ik woon in Amsterdam. En dit is mijn 5e jaar dat ik werkzaam ben als virtual assistant. Ik ben in 2018 begonnen. Heel enthousiast, maar wist nog niet wat een virtual assistant was. Dus zo noemde ik mijn eigen diensten ook nog niet. En pas toen ik bij jou in de opleiding kwam, toen dacht ik, hey, ja, dit is eigenlijk wat ik doe. Dit covert eigenlijk alles, al mijn werkzaamheden. Het ene moment noem ik mezelf virtual assistant. Het andere moment virtual PA. Ook wel online business manager. Het maakt me eigenlijk niet zo heel erg veel uit hoe het genoemd wordt. En wat ik doe is dat ik naar ambitieuze en enthousiaste ondernemers, maar ook bedrijven ondersteun door een gedeelte van hun back-office over te nemen. Zodat zij zich kunnen richten op datgene waar zij goed in zijn en waar zij blij van worden. En ik word heel erg blij van het supporten en het podium geven van ondernemers en managers. En dat is wat ik nu al 5 jaar met heel veel plezier mag doen. Ja, wauw, echt fantastisch. Ja. Ja, en we hebben nog steeds contact. En laatst dacht ik ineens aan je. Toen dacht ik, wauw, leuk. Laten we gezellig een podcast opnemen. Die inspirerend is, die waardevol is voor anderen. En al 5 jaar VA. Weet je nog toen jij aan het begin stond van, ja, net daarvoor, hè? Voordat je dus VA werd. Mm-hmm. Wat heeft jou eigenlijk gedreven om te gaan ondernemen? Wat was dat voor jou? Nou, ja, de aanleiding was eigenlijk niet zo heel erg leuk, want ik schoot in een halve burn-out ergens begin 2017 of vlak voor de zomer. Ik zat in een baan in loondienst en ik zat daar niet meer op mijn plek. Ik kon eigenlijk niet meer doorgroeien. Ik werd ergens een beetje klein gehouden, ook in mijn ontwikkeling. Dus ik voelde aan alles dat er meer in me zat, alleen ik wist nog niet zo heel goed wat. En in die periode dat ik thuis zat, had ik de tijd en de ruimte om met mijn man en met vrienden en familie eens te praten. En die gingen in gesprek over dingen waar ik goed in was, dingen die ik leuk vond, dingen die ik belangrijk vond in het leven. Waar ik zelf erachter kwam en ook door middel van die anderen, van hey, eigenlijk wil ik gaan ondernemen, wil ik niet meer in loondienst werken, wil ik gewoon mijn eigen business runnen. En wist ik hoe het allemaal moest? Nee, daar had ik geen idee van. Maar ik voelde intern echt heel sterk die drive, dat ik dacht, nou, dit ga ik eens proberen. En wat heel belangrijk voor mij was, het was wat mijn man tegen mij zei, joh, je bent al zo lang in loondienst aan het werk, je hebt al lang bewezen wat je wel kunt en waar je niet zo goed in bent. Ga het maar gewoon eens een jaar proberen. Hè? En als het nou na een jaar niet lukt, nou, dan kun je met opgeheven hoofd terug, ga je weer in loondienst. Maar stel je nou voor dat het wel lukt. Dus die heeft me eigenlijk wel echt heel erg goed gestimuleerd, ga het maar eens proberen. Nou ja, en ik ben niks anders meer gaan doen. Dus het heeft heel goed uitgepakt. Want het werd niet een jaartje proberen. Het werd 5 jaar knallen. En in januari start ik met mijn 6e jaar. Ja, wauw. En we hadden net natuurlijk al een gesprek voor dat we starten met deze podcastopname. En toen zei je, ik draai dit jaar mijn beste jaar ooit. Ja. Heb je dat al vaker horen zeggen? Dus je bent eigenlijk steeds weer... groeien en verbeteren in de omzet. Je doet het heel erg goed. Ja. Wat zijn voor jou, als je nu terugkijkt naar de afgelopen 5 jaar, wat zijn voor jou hele belangrijke lessen geweest in het opstarten en het doorgroeien van je bedrijf?
Nou, ik ben in het begin, heb ik het echt over begin 2018, ben ik gestart echt met het ondersteunen van kleine ondernemers. En ook voor een paar uur per week. Dus dan is het nog, is je, nou ja, je businessmodel ergens nog best wel kwetsbaar. Dus waar ik gaandeweg achter ben gekomen en wat ik eigenlijk nog leuker vind, is wat meer projectmatige werken. En ook gewoon voor wat grotere ondernemers of voor BV's of wat dan ook. Zodat je wat meer uren kunt maken en wat meer projectmatig kunt insteken. Zodat je bijvoorbeeld 2 volle dagen in de week voor 1 klant werkt. In plaats van dat je 6 klanten hebt waar je 2 uur per week voor werkt. Omdat het, ja, het werkte voor mij, dat gefragmenteerd vond ik niet prettig. Mm-hmm. Ook omdat je dan toch steeds weer dan in de ochtend met de een, dan in de middag de andere pet op, dan daar weer voor, dat je steeds dat schakelen. Dus ja. Ik heb gemerkt dat ik dat ook als het lukt, 1 wat grotere klant heb en dan daaromheen wat losse klanten en projecten. Ja. En ja, het is natuurlijk, het is wat dat betreft echt een toffe reis geweest. Ik heb ook geleerd dat het mijn valkuil was om heel snel goede toezeggingen te doen naar mijn klanten. Terwijl ik mezelf dan in het nauw dreef. Dat ik dacht, oh ja, dat red ik vanmiddag nog wel. Nou, en dan was ik bezig en voor mijn ene klant. En dan merkte ik dat ik dat niet meer af kon maken. Dus je bent echt niet stoer als je dingen snel toezegt. Terwijl je dan jezelf klem zet. Weet je wel, dus neem ook ruimte in je toezeggingen. Want die ander heeft daar uiteindelijk ook niks aan. En je zorgt bij jezelf voor stress. Nou, dat is wel het laatste wat ik wil. Ja, ja. Nou precies. Ja. Ja, dus dat is een hele grote les voor je geweest. Ja, zeker. Om het wel anders aan te gaan pakken. Ja, ja. Ja, en, en het overkomt me nog wel eens hoor. Dat ik denk, oh ja, oh nee, nu heb ik het toegezegd. Oh, nou, soms lukt het dan wel, hè, om iets op te leveren. En soms moet ik ook gewoon zeggen, joh, ik ben iets te enthousiast geweest in mijn toezegging. Het lukt niet meer vandaag. En de grap is dat mensen vinden het ook helemaal niet erg, hè? Als je maar communiceert en vooral eerlijk bent, dat je te vertrouwen bent. Want ze laten nogal wat door je doen en aan je over. Ja. En ik geloof echt heel erg, als je daarin transparant bent en eerlijk, dat dat altijd het beste is. Ja, nou precies, dat zeg je goed. Want ik zeg dat ook altijd. Je kunt alles maken als je maar communiceert. Hè? En ja, ik ben wat dat betreft altijd fan geweest van waarderende communicatie. Dus dat je het ook positief insteekt. Dat je het beste met de ander voor hebt. En als je dat doet en de ander het gevoel geeft, hé, hey, wauw, zij wil echt het beste voor mij. Dan kun je alles zeggen. Het is ook slecht nieuws. Ja. Ja. Maar het gaat erom de manier hoe je het brengt. En dat is, ja, veel vrouwen zijn dat toch wel, vinden dat wel lastig, hè? Dat nee zeggen of iemand teleur te moeten stellen of dat soort dingen. Hè? Dat is toch echt wel een groot thema. Ja, ja, klopt hoor. Maar ik merk uiteindelijk wel, in het begin vond ik dat ook niet makkelijk. Maar ik merk door eerlijk te zijn, ook dicht bij mezelf, vooral trouw ook aan mezelf te blijven. Van, kan ik dit waarmaken, weet je wel? En als je bij jezelf merkt, nee, hij gaat knellen, of dan kom ik echt in de knoei met andere afspraken of privé dingen, hè? Dan moet je die toezegging niet doen. Dat is gewoon niet handig. Daar heeft de ander ook niks aan. En mensen waarderen het als je eerlijk bent. En als je zegt, joh, het wordt morgen, helemaal prima. Terwijl als jij je helemaal tot 's avonds laat uit de naad gaat werken, dan vindt hij het alsnog goed. Maar hij merkt dan niet dat jij in de avond nog bezig bent. Dus dat is, dat is echt een belangrijke les voor mij van de afgelopen jaren. Ja. Dus niet te snel toezeggen dat je het allemaal wel kunt doen. Want ik heb ook naast het werk ook een privé leven en gezin en zo. Dus ja, ik heb meerdere vlakken waar ik verantwoordelijk ben, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, en er zijn zeker, kijk, je kunt natuurlijk als VA verschillende opdrachtgevers helpen. Van klein tot groot. En inderdaad, de kleine heb je wat minder uren en de grote wat meer uren. De een kiest heel bewust voor, ik wil juist voor grote bedrijven werken. De ander kiest heel bewust voor juist klein, MKB of ZZP. Dat wordt ook heel veel gekozen. En alles is goed, zolang als dat het maar past bij jou. En dat is zo mooi als VA. Ja. Jij bent in de regie en jij bepaalt hoe wil jij werken en leven. En welke keuzes maak je dan daarin. Hey, en je vertelde net iets over, ik heb ook nog een gezin. Vertel, hoe ziet jouw leven er op dit moment uit qua klanten,
qua met je gezin? Hoe houd je daarin de balans? Ik werk wel 5 dagen in de week. En dat is niet 5 hele dagen. Dat doe ik eigenlijk, heb ik eigenlijk sinds ik VA ben ook niet meer gedaan. Het gezin bestaat uit 5 mensen en een zwarte labrador van 1,5. Dus dat is eigenlijk ons 6e gezinslid. Dus daar heb ik ook nog rekening mee te houden. Ik hoop niet dat hij gaat blaffen, maar ik hoop dat dat goed gaat. Ja. Mijn man en ik hebben 3 kinderen. Onze oudste is 16 en een dochter van 14 en nog een zoon van 12. Zijn gelukkig al wat ouder, dus ik hoef niet meer op alles heel intens betrokken te zijn. Ik hoef ze niet meer te helpen met aan- en uitkleden en dat soort dingen. Dat gaat gelukkig allemaal vanzelf. Maar ik heb wel, wat ik eigenlijk 's morgens altijd doe, is dat ik iedereen de deur uit help. Zorg dat iedereen op tijd op school is. Dat kunnen ze ook zelf, maar een stok achter de deur of een moeder die even haast probeert te maken. Dat werkt toch vaak wel op een goede manier. En dan start ik mijn werkdag op. En de ene keer start ik om 8:30. De andere keer ben ik om 7:45 al bezig. Soms ga ik eerst trainen, doe aan CrossFit. En dan start ik om 10:00. Of ik ga eerst een ronde met Puk even lopen, afhankelijk van het weer. Dus dat is eigenlijk exemplarisch voor de vrijheid die ik heb en die ik ook voel. Van hoe ben ik opgestaan? Hoe ga ik mijn dag inrichten? Waar ga ik mee starten? Natuurlijk heb ik mijn afspraken en heb ik ook de dingen die ik op moet leveren, mijn resultaten. Maar ik kan elke dag wel zeggen, ik start zo laat. Ik heb eigenlijk nooit dat ik denk, oh godzie, laat ik maar weer eens beginnen. Dat heb ik echt sinds ik op deze manier aan het werk ben niet gehad. En ik plan natuurlijk ook gewoon wel eens calls om 9:00. Dan zit ik om 9:00 achter mijn MacBook of achter mijn telefoon. Maar het is echt helemaal aan mezelf hoe ik de dag wil gaan beginnen. Ja. En dan komt natuurlijk in de loop van de middag de boel ook weer thuis. Ja, en in principe probeer ik gewoon dan in de middag, vanaf dat zij terug zijn, voor hen beschikbaar te zijn. En als dat niet nodig is om ze te helpen met huiswerk of te zorgen dat ze op tijd komen voor training en dat soort dingen, dan werk ik nog wel eens. Maar in principe ben ik in de middag werk ik niet veel meer. Nee, dus vanaf een uurtje of zeg 3:30, 4 ben ik beschikbaar gewoon voor thuis. En heel incidenteel werk ik in de avond nog wel eens, maar dat is echt minimaal. Mm-hmm. Dus meer even als ik echt... soms kan het ook rust geven, merk ik. Als je gewoon wel even iets afrondt, zodat je de volgende dag dat niet meer hoeft te doen. Nee. Ja, dat doe ik dus niet vaak, maar af en toe vind ik dat wel even lekker. Dan denk ik, dat is weg. Zo, weet je wel. Ja, hoofd leeg. Volgende. Ja, ja. Volgende. Ja, exact. Ja. Hey, en jullie hebben een hond, Puk. Ja. Ja. Dan ga je ook veel meer wandelen, want je moet ook veel beweging hebben, denk ik. Ja, klopt. En dan doe je dan ook gewoon lekker 's ochtends, 's middags. We hebben wel nu gewoon ook een afspraak met de kinderen gemaakt dat zij de kinderen doen op de beurt de ochtendronde. Dus dat betekent dat de eerste ronde die je met Puk loopt, dat is dan meer een beetje de druk van de ketelronde noemen we dat. Rond 7:15 is dat en dan ga je gewoon 10 minuten even met hem naar buiten. Kan hij even gewoon ontlasten, even plassen. en dan ga ik meestal zo aan het einde van de ochtend weer een ronde met hem lopen, maar... Ja, zoals nu, het regent nu, het is heel buiig. Dus dan kijk ik even, als het nu 1/2 uurtje droog is en het is 10:00, dan ga ik nu even met hem lopen, want dan hoef ik niet in de zeikende regen naar buiten. Maar dat is wel prettig dat je dan een gezin hebt die gewoon in die cadans meegaat. Dus dan heeft hij zijn eerste ronde al gehad. En iedereen loopt in principe iedere dag een ronde met Puk. Met z'n 5. Ja. En soms lukt dat, soms zijn het er 4, soms zijn het 4 lange ronden, soms 5 wat kortere. Maar hij komt echt lekker veel buiten. En ik laat ook op van buiten, ik vind het heerlijk. Ja, dat wilde ik net zeggen, want je werkt vanuit jouw huis. Ja. Ja? Ja. Dus dan is het ook lekker om naar buiten te gaan. Dat is heel belangrijk, ook voor je fysieke toestand en je mentale toestand. Hoor. Om je hoofd leeg te maken. Jullie hebben sinds 1,5 jaar een hond, daarvoor niet? Nee. Dat is wel bewust daarvoor goed, niet. Vanuit jouw werk dan? Omdat je online werkt, dat je toch meer naar buiten wilde? Of wat was... We hebben het echt jaren geleden ook al wel eens over een hond gehad. Ik ben met honden opgegroeid. Mijn man niet. Maar die kon onze honden bij mijn ouders ook echt wel waarderen. Die is er toen een beetje
nou, aan gewend geraakt. Maar we hebben wel gezegd, we willen alleen een hond op het moment dat iedereen de hond kan uitlaten. En dat hij niet hele dagen alleen is. Ik zeg, ik wil echt geen hond die van 8 tot 2 in een been zit. Vind ik gewoon zielig, dan doen we het niet. Ja. Dus onze kinderen zitten nu allemaal op de middelbare school of het vervolgonderwijs. Dus die starten 's morgens later op of die zijn eens een keer om 12 uur uit of... ja, dus toen hebben we gezegd, dan willen we graag een hond. En hij hoeft echt niet, er hoeft echt niet de hele dag iemand bij hem te zijn. Nee. Hij kan prima in de beentje, 1,5, 2 uur of ook wel langer als dat nodig is. Ja. Maar een hond doe je er niet bij. Dat heb ik wel ook van vroeger meegekregen. Ja, dus je hebt gewoon voor zo'n beetje te zorgen. Hè? En die is afhankelijk van je. En dat kun je enorm groot maken. Dat hoeft ook weer niet. Maar ja, je moet er wel voor willen zorgen. En niet zeggen, oh nou... Dan doen we Puk wel 4, 5, 6 uur in de bench. Ja, nee, dat gebeurt bij ons niet. Nee. Hoe fijn is dat dan dat je dat zo kan combineren? Ja, klopt en, hoor. En eerst als VA waren jullie kinderen nog kleiner, hè? Toen waren ze zeg maar 7, 9, 11. Ja, klopt, ja. Hoe was dat? Want dan waren ze zaten nog op de basisschool. Hoe was allemaal, dat ja. om toen dat te gaan combineren? Goh, dan moet ik eens even goed terugdenken. Nou, dat, eigenlijk werkte dat ook wel goed. Maar ik werkte toen wel minder uren. En ook nog wel wat minder efficiënt. Hè? Als je net gaat beginnen met iets, dan... Ja, ik maakte eigenlijk wel meer uren dan dat ik schreef. Omdat ik nog dingen aan het uitzoeken was. Weet je, dus ik was minder effectief ook op een dag. En ik werkte ook gewoon minder uren. Want kinderen, ik bracht ze naar school en ik haalde ze op. Dus die tijd ging ook... Ja, van je dag af, maar dan ben je gewoon niet beschikbaar om dan te werken. Mm. Dus daarin ben ik ook wel gegroeid, ja. Dus, en beweegt je gezin ook mee, weet je wel, in die seizoenen van je werk. Dat ze nou ja, allemaal nu weer op het voortgezet onderwijs zitten in plaats van op de basisschool. En aan de hand mee fietsen. En dat heb ik echt te lang achter me gelaten. Ja, ja, dus het is... nee, het is leuk om te merken dat je daarin, dat je ook... Nou, dat je gezin meebeweegt. Ik moest er van de week ook nog aan denken, even voorbereiding op dit gesprek. Dat ik dacht, ja, toen ik begon, zaten ze inderdaad allemaal nog op de basisschool. Echt een hele andere situatie. En was ik ook dan tegen, nou, 9:15, 9:00 thuis, hadden we nog geen hond. Dus dat was toen ook niet aan de orde. Nou, en dan moest ik om 1:45, 2:00 toch weer op de fiets om dan in ieder geval de jongste op te halen. Dat was zo'n dromer. Die moest ik echt wel even bij zijn nek vasthouden om te zorgen dat hij heel thuis zou komen. Ja, en nu gaan ze hier 's morgens vroeg de deur uit en zijn ze een keer om 3:30 thuis of ook wel eerder. Ja. Maar nee, het is mooi verweven met elkaar eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wat het is, ja. Precies. Ja, en je zei net wel mooi hoe mijn gezin meebeweegt. En toen dacht ik, nou, volgens mij is het ook mooi hoe mama meebeweegt. Want jij bent natuurlijk in jouw werk... heb je je aangepast aan de gezinssituatie en de omstandigheden. Ja. En nu kun je meer uren maken, omdat ze groter en zelfstandiger zijn. Klopt, klopt. Nee, maar dat is ook het mooie aan ons vak, dat je wel gewoon kunt meebewegen. Dat je zegt, nou, ik heb nu weer even wat extra uren, dan zoek je daar iemand bij of er komt iets op je pad. Nou, ik zei net in ons voorgesprekje ook vanaf januari, nou wil ik gewoon echt wat meer ruimte ook inrichten voor mijn eigen label, hoe ik dat verder zou willen ontwikkelen. Nou, dus dan ga ik wat minder uren wil ik dan beschikbaar zijn voor klanten, weet je wel. En dat is ook prima hoe het zo organisch, hoe je dat kunt inrichten. Ja. Maar mijn man is ook blij hoor. Die zegt ook, het is zo fijn. Jij bent altijd thuis, weet je wel. En het is, de kinderen weten ook niet beter. Ik ben er als ze 's morgens weggaan en ik ben er als ze 's middags thuis komen. En als ik er niet ben, als ik extern bij een klant ben, dan word ik gebeld van, man, waar ben je, weet je wel. Zo. Ja, en dan is de oudste 16. Dan denk ik wel zo, oh, die is er ook zo aan gewend dat ik er ben, weet je wel. Als het eerste deel is, zodra ze uitkomen, hoi mam, ik ben thuis. Ik denk, ja, dat is... Ja, weet je, ik vind het normaal. Maar dat is voor heel veel mensen natuurlijk niet normaal. Als je gewend bent om toch meerdere dagen in de week van 8 tot 5 weg te zijn. Dan heb je hele andere dynamiek. Maar ja, dit is mijn dynamiek. En hier geniet ik echt van. Dat vind ik echt... Mooi, hè? Ja. Hey, en je zegt van, jouw man vindt het ook heel fijn, hè? Dat je thuis bent. Je bent er voor de kinderen. Ja. Behoorlijk veel succes nu met je bedrijf in die zin. Ik heb je al een aantal keren
in het verleden en ook vandaag weer horen zeggen, ik heb mijn hoogste omzet ooit behaald. Ja. Je verdient nou zoveel keer meer dan loondienst. Weet ik niet, factor 5, misschien wel meer. Ja, zoiets. Echt giga, hè? Hoe vindt hij dat hij zo'n succesvolle vrouw nu heeft? Hij vindt het wel mooi, hoor. Hij vindt het echt wel mooi. Maar hij kan zich af en toe ook dan nog wel echt tegen dingen aanbemoeien. Dat ik denk, maar ik ben eigen baas. Ik kan dit allemaal prima, weet je wel. Dus dat is ook wel leuk om te merken. Nee, maar hij ziet dat ik iets doe waar ik goed in ben en waar ik heel blij van word. Weet je wel, en het is een baan over het algemeen zonder stress. Kijk, ik heb ook wel eens een deadline dat ik denk, zo. Maar dat is af en toe is. Maar hij ziet dat ik in mijn kracht sta en ik ben thuis. En we stemmen dat onderling ook heel goed af, hoor. Dus ik probeer wel zeker één keer in de maand bij mijn klanten op kantoor te zijn. Of op de scholen waar ik dan ook op dit moment voor aan het werk ben. En dan stemmen we dat ook af en dan is hij thuis. Weet je? Dus dat gaat eigenlijk heel fijn. Ja. Maar hij is er wel blij mee. Ja, weet je, omdat het zo goed gaat, zijn er ook dingen mogelijk. Weet je wel, ja. En dat is daarmee niet gezegd dat als je in loondienst bent, dat niet zou kunnen. Maar het inkomstenverhaal is natuurlijk wel een beetje anders als je succesvol weet te ondernemen. En ik merk wel dat het echt mogelijkheden biedt. En het is, zeker nu met alle stijgende prijzen, dan is het, ben ik dankbaar dat het echt zo goed gaat. Ja. Nou, precies. Ja, waar veel mensen beginnen het nagelbijten. Van waar gaan we heen in deze wereld? Ja, precies. Maak jij je geen zorgen, want er is buffer genoeg. Ja. Nee hoor, dat is er ook. En tegelijkertijd merk ik bij mezelf ook wel dat ik ook met ons gezin wel dat we in gesprek zijn van goh, waar kunnen we nog meer bezuinigen? Weet je, hoe doen wij de dingen? Daar word ik ook wel eager van. Dat ik denk, oké, een soort sport van hoe kunnen we hierop bezuinigen? Hoe kunnen we, en om je gezin daar dan ook in mee te nemen, zeker pubers. Maar dat is niet omdat we het niet kunnen betalen. Maar het is meer omdat ik denk, goh, het wordt allemaal duurder. Dus ik zou wel gewoon willen kijken hoe kunnen wij bezuinigen over elektriciteit. Of wat zijn goede trucs of wat zijn dingen waar wij door kunnen besparen. Dat is natuurlijk altijd goed. Ja, voor de portemonnee en zeker ook voor het milieu. Hè? Als we gaan kijken absoluut. Hoe dat wij die als mens zijn belasten. Dat is behoorlijk. En ik geloof daarin dat het universum ook zijn werk doet om de dingen meer in balans te krijgen. Omdat we beter voor deze wereld zorgen. Dus inderdaad, gaan kijken naar hoe ga je met je energie om. Ja, ik zie dat. Tuurlijk is het niet leuk dat we meer gaan betalen. Maar het is juist heel goed voor de wereld. Dus ik geloof dat het universeel gezien ook een reden heeft waarom het gebeurt. En en inderdaad kinderen erbij betrekken. En ook al heb je het financieel supergoed en heel erg breed. Ik wil niet zeggen dat je het over de balk moet gooien. En je kunt nog zoveel mooie dingen doen met dat geld. Zeker. Voor jezelf, voor de kinderen, voor de toekomst. Ja, dan zeker. Is het gewoon, en je krijgt er ook weer. Dat is ook wel een beetje ondernemerschap. Het is ook een kans, hè? Een kans in, waar kunnen we. Dus ook echt wel een ondernemer ziet ook kansen, die grijpt kansen. En dat is ook iets wat je leert aldoende in het ondernemerschap. Mm-hmm. Ga je gewoon je oren en je ogen openen voor nieuwe mogelijkheden. Dat heb je misschien ook wel gemerkt in de loop van de jaren dat je daarin gegroeid bent. Ja, zeker weten. Ja. Nou ja, het is ook een stukje bewustwording, weet je wel. En doe gewoon de lampen uit als je niet meer in die ruimte bent. En het is het gemak waarmee je dan lampen laat aanstaan. Bij dat soort kleine dingen, dan zeg ik zeker met kinderen, van denk daar nou gewoon om. En Ja, precies. Ja, zeker. Hey, en ik wilde net nog iets zeggen wat jij zei van jouw label. Ja, nou weet ik het weer. Ja. ik weet nog dat 5 jaar geleden toen je bij ons kwam en we jou hebben geholpen met het opzetten van jouw VA-bedrijf, dat je ook een droom had.
En dat er een vision board van had gemaakt. Wat was die droom toen? En hoe sta je daar nu in? Ja. Nou, mijn droom toen was, mijn label heet natuurlijk She Supports. En wat ik eigenlijk wilde, was dat ik een groep van VA's om mij heen zou verzamelen. Die VA-services zouden bieden. Ja, ik weet het nog. Ik heb inderdaad zo'n moodboard gemaakt. Ja, zo, daar heb ik lang niet aan gedacht. Wat leuk, ja. Maar en dat ik daarmee ondernemers wilde gaan helpen. En dat was dus niet alleen Jolande, maar dat waren nog meerdere dames. En daarmee krachten bundelen en een platform daarvoor inrichten. Ik heb nog wel steeds het gevoel dat dit label niet alleen voor mij is. Hè. Ik werk natuurlijk nu in mijn eentje. Maar er zijn zoveel ondernemers en organisaties die goede ondersteuning verdienen en nodig hebben. Dat ik denk, daar ligt zeker nog wel een kans. Maar goed, ook wat ik eerder al zei, dat ik in januari daar toch wat meer ruimte ook voor wil gaan innemen. Dat is, ja, je kunt het wel zeggen dat je dat wil, maar hoe ga je dat dan handen en voeten geven? En als je wilt gaan groeien, je wilt gaan ontwikkelen, wil ik dan Jolande 1.0, 2.0, 3.0... Of wil ik andere disciplines aanhaken, zodat ik een breder palet aan ondernemers kan bedienen samen met hen. Dat is misschien ook nog wel een mogelijkheid. Maar op wat voor manier ik dat dan zou kunnen doen en met wie, nou, dat maakt nogal uit. Dus daar wil ik gewoon eerst goed over nadenken voordat ik dat ga uitdragen of daarmee aan de slag ga. Dus het is zeker nog iets wat ook gaat gebeuren, dat geloof ik ook wel. Maar ja, ik heb voor nu nog niet helemaal in kaart hoe ik dat dan zou willen doen. En bovendien ben ik zo lekker druk nu met klantwerk dat het nu ook niet per se nodig is. Nee. En je zegt, goh, daar wil ik over nadenken. Hè? Ja, dan weet je inmiddels een beetje hoe ik in elkaar zit. Hebben we het natuurlijk ook over gehad. En de luisteraars, als ze mij enigszins ergens hebben gevolgd, dan weten ze ook dat ik heel erg van, wat voel je, waar verlang jij vanuit je ziel naar? Vanuit je hartsverlangen. Hè? Want ons hoofd zet ons heel vaak op het verkeerde been. En als we te ver van ons hartsverlangen afwijken, dan krijgen we hoe dan ook de deksel op ons neus. En dat gebeurt vaak doordat we te veel in ons hoofd zitten en te veel vanuit daar beslissingen nemen. Dus als je naar dit stukje kijkt en voelt, wat is dan daar in jouw hartsverlangen? Wat is dan voor jou zo belangrijk, echt vanuit het diepst van jouw zijn? Dat heeft denk ik ermee te maken dat het werk wat ik doe. Kijk, jij werkt natuurlijk al meer in een team, maar het is echt wel heel solistisch werken. Dus je werkt in je eentje voor je opdrachtgever, voor je klant. En sparren doe ik wel, maar dat doe ik met mijn klant. En ik geloof echt wel in de kracht van samen. Dus dat je met elkaar, en dan hoef ik helemaal niet een fysiek kantoor met een vergadertafel, dat soort dingen. Maar wel dat ik mensen om me heen verzamel met wie ik even van gedachten kan wisselen. En op die manier nog meer en nog beter uit mezelf te halen. Een beetje zelf ben je op een gegeven moment ook uitgepraat. Weet je wel? En als je dan anderen hebt die net weer even het op een andere manier belichten. Of iets kunnen zeggen van, joh, ik heb dat toen zo en zo gedaan. Probeer dat eens. Denk ik, ja, volgens mij is dat ook iets waar ik echt van zou opbloeien. Het werk wat ik doe is zo ongelooflijk divers en zo leuk, dat ik ook echt geloof dat het voor anderen heel leuk is. Dus dat je zegt, nou, join the team, weet je wel. En je kunt ook ergens mee gaan starten. Hè? Het is ook niet dat als je ergens mee begint, dat weet jij natuurlijk ook, dat het is. Nee, misschien ga je ermee beginnen en denk je na een paar maanden, loopt een beetje anders, maar ik geloof dat het nu, volgens mij kan ik deze kant ook wel opbewegen of laat ik dit eens proberen. Dus zo kijk ik er ook wel naar. Het is niet een betonnen paadje waar ik op ga lopen. Nee. We gaan het wel meemaken. En als ik mijn hart zou willen volgen, dan denk ik dat het zoiets gaat worden. Maar daarmee krijg ik natuurlijk niet een handboek mee. Van, stap 1, weet je wel. Zo werkt het niet. Dus het is ook ontdekken en het is een avontuur. En ik geloof dat ik daar na 5 jaar wel echt aan toe ben. Ja. Ja. Het leven is een reis, het ondernemen is een reis. En it's a never ending story. Je krijgt een roadmap. De enige roadmap die je krijgt is, je hebt je hoofd en je hebt je gevoel. En daarin mag jij jouw balans vinden in hoe ga jij dan via dat daar je weg vinden. En weet je, ook de dingen die misgaan,
leren jou een les, geven jou inzichten. Dus ook dat is waardevol. Je zei net iets heel moois. Daar wil ik zo even op inhaken. Maar voordat ik daarop inhaak. Je zei van, goh, het is voor mij soms solistisch werk, hè? Die vraag krijgen we vaker van, is het niet heel eenzaam? Nou ja, zo vaak krijgen we het niet, maar die wordt wel eens gesteld. ik ben natuurlijk zelf ook VA geweest. Ik merkte wel dat mijn wereld enorm groot werd door klanten van klanten, VA's. Ja. Heb jij ook heb jij dat toen ook zo ervaren, dat je wereld veel groter werd toen je begon? Met dat je nieuwe dingen leerde. Je kreeg hele toffe klanten. Klanten die je sprak. Ook mede VA's. Dus dat je in eerste instantie wel hebt ervaren. Dat dat veel groter werd. Dan eigenlijk maar op kantoor en loondienst zitten. Dat heel andere dat klopt. Dingen. Ja. Nee hoor, dat is ook zeker zo. Nee, de klanten waar ik voor werk heb gewoon een hele diverse portefeuille aan klanten. En nou, daar kom ik ook fysiek over de vloer. Dus daar ontmoet ik ook weer nieuwe mensen. Dus het is een soort olievlek, hè, die zich verspreidt. Ja. Maar in die end zit ik dinsdagmorgen om 10 uur in mijn eentje op mijn kantoor of hier aan de tafel te werken. Ja. Dus het is niet, solistisch, bedoel ik in die zin niet eenzaam. Ik ben niet een beetje sneu thuis dat ik zit te werken. Maar het is wel, ik doe het wel nog in mijn eentje. Terwijl als je met meerdere zou zijn, heb je toch wat meer die team spirit en die team building. Ja, op wat voor manier je dat ook invulling zou geven. Maar dat is dan, als je met meerdere mensen op die manier samenwerkt, dan heb je wel meer een samengevoel. Hoewel ik ook nu in verschillende teams bij mijn klanten wel meedraai. Dus daar ben ik onderdeel van het team. Heb ik eigenlijk bij alle klanten wel en in samenwerking. Alleen het is dat is wel iets wat je moet realiseren. Dat je wel in je eentje achter je laptop een werk zit op te knappen en zit te doen. Dat het echt anders is dan dat je op een afdeling zit in een kantoortuin met nog 16 collega's die vragen of je koffie wil en hoe je weekend was. Weet je, dat is wel een hele andere setting. Maar dat zoek ik dan op. Dus daar kan ik dan voor kiezen. Ik denk, ik ga lekker even een dag naar Den Haag of ik ga een dag naar Rotterdam of ik ga... Weet je wel, waar mijn klanten zitten. En dat is dan ook, als ik daar geweest ben, dat vind ik heerlijk. Maar zit ik dan weer thuis, denk ik, zo probeer prima. Nou ja, het mooie vond ik toen, dat je de drukte op kan zoeken. Maar je kan ook de rust opzoeken. En ik ervaarde destijds in loondienst, dat is alweer een hele tijd geleden. Maar dat ik niet altijd fijn rustig kon werken door mijn omgeving. En dat heb ik wel ervaren van, op mijn eigen plekje inrichten zoals ik het wil. In mijn eigen huis. Er zijn voor de kinderen als ze je nodig hebben. Ja, super fijn. En inderdaad, dan kun je de drukte opzoeken als je daar behoefte aan hebt. Maar ik kan me voorstellen dat, en dat zei je net ook, ik wil meer uit mezelf halen. En dat is iets wat ik bij jou hoor, wat... Ik denk dat daar een heel groot verlangen vanuit je hart zit. Dat je van binnen voelt, ik kan nog meer geven. Je geeft al veel. Yeah. Je bent al sparringpartner van je klant. Je hebt ooit gezegd, mijn klanten verdienen miljoenen. En die vragen mij om advies. Hoe cool is dat? Yeah. En toch denk ik dat er iets, een intuïtief stemmetje, iets in jou zegt. Dat je nog iets meer uit jezelf kan halen. Ja. Nou, en dat is ook wel, dat gaf ik in ons gesprek hiervoor ook al aan, dat er klanten met wie ik eerder heb gewerkt en met wie ik dan heb samengewerkt, dan stopt de samenwerking even tijdelijk. Maar daarna komen ze toch weer bij mij op de lijn. Dus blijkbaar heb ik iets of is er iets in die samenwerking waarvan ze zeggen, nee, er was één naam die klonk, dat was jouw naam, ben je beschikbaar? Dus mijn manier van werken, mijn eigen label, dat blijkbaar ben ik... Ik doe mijn eigen ding, maar blijkbaar vinden mensen dat ik dat op een prettige manier doe, als ze gewoon ook weer bij me terug gaan komen. Ja. En dat een beetje uitzoeken van wat is dat dan? Wat is dan mijn manier van werken? Wat maakt me dan onderscheiden? Daar ben ik gewoon wel echt benieuwd naar. Maar goed, daar zou ik gewoon even wat meer tijd voor moeten nemen om dat eens even uit te zoeken. Om te kijken of ik daar misschien ook iets over zou kunnen schrijven. Wat mij dan precies anders maakt dan anderen. Een soort unique selling point-achtig idee. Maar, precies, maar als ik je daarin een tip mag geven. Ik zou het gewoon echt aan je klanten vragen.
die terug zijn gekomen, ja. Maar ook bestaande klanten. Wat waardeer je in de samenwerking met mij? Nou ja, we hebben het ooit wel eens over waarderende communicatie gehad. Waarderende vragen stellen. Ja. Daar zit zoveel waardevolle informatie die jou weer puzzelstukjes geven in dit proces van het ontwikkelen van jouw eigen label. Is ook heel goed luisteren naar anderen. De juiste vragen stellen en heel goed luisteren naar het antwoord. Want de antwoorden zitten in de markt voor jou. Dus blijf niet te veel bij jezelf nadenken. Maar vraag het ze. Ga met ze in gesprek. Ja, ook al zijn ze die het stelt. Ja. Schrijf de antwoorden op van iedereen. En ga na van, hé, wat is die rode draad? En dan ineens komt er een moment en je denkt, ah, dit is het. En wie weet is het wel iets heel specifieks. Maar voor jou is het zo vanzelfsprekend. Want dat is het vaak. Je unique selling point ligt zo dichtbij. Dat je het zelf niet ziet. Ja. Want je zit altijd op je eigen goud. En dat je dan denkt, wauw, als ik dit nou eens uit ga bouwen of ja, whatever, weet je, dan ontstaat dan wel weer iets. Ja, precies. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat jij gelukkig bent in de stappen die je zet en gelukkig blijft. Ja. En of dat nou is dat je VA blijft of dat je een team van mensen onder je bouwt en jij staat er nou, boven of in ieder geval niet hiërarchisch gezien, maar vanuit de samenwerking. Dat je meer een sparringpartner wordt en minder in de uitvoering gaat. Want dat is natuurlijk wel een rol die je verder op kan gaan. Hè? Oftewel richting online business manager of nou, in ieder geval die richting. Of wie weet ontstaat er wel iets heel anders. Dan ga je zelf coaching of advisering geven of nog iets anders. Ja, wat ik al zei, it's a never ending story. Weet je wel? Het houdt pas op op het moment dat we hier niet meer zijn. En tot die tijd kunnen we blijven ondernemen en doen waar ons hartje een vruchtensprong van maakt. Ja. Waar hoor. Ja, maar dat vind ik ook het mooie, weet je. Het is niet een gebaand pad van oké, je gaat hier beginnen en als je straks 67 bent, dan eindig je daar. Ondernemen is ook gewoon, nou, hè, pad lopen, kijken hoe dingen werken. En ik zie dat pad nu ook al zich ontplooien, ook als ik kijk waar ik 5 jaar geleden begon. En waar ik nu sta, had ik in 2008 nu ook niet kunnen bedenken. Weet je wel, dat had ik, ben gewoon begonnen. En nu 5 jaar later denk ik, goh, wat gaat er dan hè, de komende 5 jaar bijvoorbeeld nu weer ook gebeuren? Dus ik ben gewoon heel nieuwsgierig ook. En ik ben echt wel heel erg benieuwd wat er allemaal nog gaat komen, Ja, en daarin is het heel belangrijk om regelmatig even een rustmomentje te nemen. Even minder uren voor klanten te werken. Of gewoon in het weekend lekker met een kop thee of koffie op de bank te gaan zitten en mijmeren. Goh, wat maakt mij nou zo blij? En waarom is dat belangrijk voor mij? Dat zijn hele grote vragen waar we vaak niet direct zomaar een antwoord op hebben. En als je zomaar een antwoord hebt, dan is dat nog niet het antwoord. Dan zit er nog een dieper liggend antwoord onder. En dat onderzoeken bij jezelf, dat is zo belangrijk om uiteindelijk voor jou het maximale uit jezelf en uit je leven en uit je bedrijf te halen. Ja. Nee, dat klopt hoor. Het zijn echt die kleine momenten die grote inzichten geven. Hè? Dat is echt wat het is, ja. Ik vond het heel mooi om te horen. Er even een flashback van 5 jaar geleden en naar nu. Wat er allemaal in de tussentijd is gebeurd bij jou. En hoe je je daarin hebt ontwikkeld. Wellicht nog iets moois om te delen voor als laatste om af te sluiten. Wat wil jij vrouwen, ambitieuze vrouwen zoals jij, echt nog meegeven of op het hart drukken? Nou, wat ik zou willen meegeven, dat is eigenlijk hetgene wat mijn man, wat mij ook zo heeft gestimuleerd. Weet je, als je op dit moment in een situatie zit waarvan je denkt, van ik wil wat anders, ik zou voor mezelf willen beginnen, ik weet niet hoe. Allereerst, ga naar jou, ga naar Danielle om daar de opleiding te gaan doen. En ga het proberen, ga het verkennen. Weet je, je komt er vanzelf achter of het iets voor je is of niet. En ik wist ook niet toen ik begon, had ik ook geen uitgestippeld pad. Maar ik zou het niet meer anders willen. Dus en gaandeweg ontwikkel je leert zoveel dingen over jezelf. Weet je, het is echt een journey geweest. En ook dingen gedaan waarvan ik denk, nou, dat had ik beter niet zo kunnen doen. Dus het is met vallen en opstaan. Maar ga het doen. Ga het beginnen. Ja, dat zou ik echt mensen willen. Ja, zodat jouw pad zich ontvouwt, het pad van de luisteraar, zodat je dan pas kom je er eigenlijk achter wat precies jouw pad
ja. Ja, exact. Ja, ja. Ja. Ja, weet je, en er zijn allerlei. Kijk, het is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd, hè? Maar als het kan, ga de ruimte nemen. Ga beginnen. En kom je er na een paar maanden achter dat je er echt niet gelukkig van wordt en dat loondienst beter is, dan ga je lekker weer in loondienst, weet je. Fijn dat ook mensen gewoon lekker in loondienst willen blijven werken. Maar als je geprikkeld bent of getriggerd wordt en denkt, oh, zou het iets voor mij kunnen zijn? Ja, ga het proberen. Weet je, bel me. Ik praat je er graag doorheen en leg je gewoon ook mijn verhaal uit. Ook waar ik tegenaan ben gelopen, hoe ik dingen heb gedaan die niet handig waren. En waar ik nu sta, 5 jaar later. Dus, ja. Je zegt van, dit is niet voor iedereen. Ik denk dat het is niet voor degene waarvan die diep van binnen voelt, maar dit past gewoon niet. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is, dat je echt diep van binnen voelt, ik word hier stiekem heel blij van. Ook al vind je het spannend, ook al vind je het precies eng. Dat. Ja. Maar dat is angst. Dat is allemaal. Dat kun je allemaal. Dus mindset. Dat is allemaal te leren. Hoe ga je daarmee om? Maar dat is je hart volgen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Precies. Ja. Ja. En dan super bedankt. Als luisteraars nog meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden? Mm. Nou, ik ben op de socials, zoals Instagram en Facebook en LinkedIn, te vinden via SheSupports. En online op www.shesupports.nl. Vul gelijk mijn contactformulier in of stuur me een berichtje via de tool die ik op mijn website heb staan. Kom graag met je in contact en dan neem ik je mee in mijn journey. Daar kunnen jullie me vinden. Nou, super. Hey, heel erg bedankt voor graag je tijd. Jij bedankt. En voor wie je bent. Superleuk dat je deze aflevering hebt beluisterd. Voor wie vind jij deze aflevering nog meer inspirerend? Deel het dan met die persoon. Beoordeel deze show, zodat we nog meer mensen hiermee bereiken. Wil je ook graag geholpen worden met het zetten van de volgende stap in je leven en in je business? Vraag dan een gesprek met ons aan via onze website. Zijn er nog meer onderwerpen waar je meer over wil weten? Laat het ons dan weten. Wil je meer over mij zien? Volg me dan op een van mijn social media kanalen, @DanielleLeuvering. Genoeg mogelijkheden om jou te helpen je volle potentie naar boven te halen en dat volledig te gaan leven. Hey, heel graag tot de volgende keer!